Met onze onderzoeksgroep van zo'n 25 mensen onderzoeken we hoe het komt dat bepaalde virussen levenslange infecties kunnen veroorzaken. Dat geldt onder andere voor het waterpokkenvirus, dat meer dan 95% van de mensen levenslang bij zich draagt en dat op latere leeftijd gordelroos kan veroorzaken. Verder onderzoeken we het cytomegalovirus, de belangrijkste virale oorzaak van aangeboren afwijkingen. En tot slot het Epstein-Barr-virus, ook weer een virus dat meer dan 90% van de mensen levenslang bij zich draagt en dat behalve de ziekte van Pfeiffer verschillende vormen van kanker kan veroorzaken. Daarnaast bestuderen we een aantal andere veelkomende virussen, zoals HIV, RSV en virussen die leverontsteking en in bepaalde gevallen ook leverkanker kunnen veroorzaken. Samen met virologen uit de hele wereld ontrafelen we de geheimen van deze virussen met als uiteindelijk doel nieuwe geneesmiddelen en vaccins tegen deze virussen te ontwikkelen.